staan hier op de Twiskevaart bij Sloten. En hier ging het helemaal met u mis, hè, meneer Dodder? Ja, ik zat in een groepje met Arno Willems en Peut Levenhang en Kors Brood was ook bij. En dan moesten we daar onder dat bruggetje door. Dus we moesten behoorlijk diep bukken. En ja, duwen, trekken, zo gaat het dan. En ja, dan gebeurden die dingen. Ja. Toen kwam u aan de andere kant onder dat bruggetje uit. Ja. En toen was u een been kwijt, hè? Ja, rechterbeen voor de helft dan. Het linkerbeen had ik nog. En, deed dat niet vreselijke pijn? Nou ja, weet je wat is, Wim? Alles doet pijn op een gegeven moment. Je voelt niks meer. Je merkt het niet. Alles doet pijn. Alles verschrikkelijke pijn. En het was gelukkig dat het een been was. Want als je één arm kwijt bent, dan heb je geen balans meer. Dan kan je die slag niet meer maken. Dus ja, geluk bij ongeluk nog. Ja. Toen bent u op dat ene linkerbeen bent u doorgeschaatst. Ja, ja, ik had ook niet in de gaten. Rob Richel die riep vlak voor tevoren, Toon, je hebt nog maar één been. En toen was het te laat om terug te gaan. En nou ja, toen heb ik dus uitgereden. Ja. Is dat been nog terechtgekomen? Ja, hele aardige mensen uit Sloten, ook nog bedanken, die hebben dat been opgeraapt. Hebben bij de kachel gezet, gelukkig, want tenen waren ook bevroren. En toen zijn zoon is smiddags naar de Bonkervaart gereden met mijn been dan. En zo'n politieagent met dat been in twee armen over de finish gereden. Want het staat in de reglementen dat de rijder moet met beide benen de lijn gepasseerd zijn. Ja. Desondanks komt u niet voor in de officiële einduitslag. Nee, ja, gehaald. Kan het been er eventueel nog worden aangezet? Jawel, maar nou, het is weg. Het is zoek geraakt. En ik weet ook niet of ik het in de chaos, ontzettende chaos. Ik weet ook niet of ik het zou hebben gedaan. Ik denk het niet, want december waarschijnlijk weer Elfstedentocht. En ik wil een keer winnen, maar dan in de categorie gehandicapten. Want er is gisteravond over gesproken dat alle mensen die blijvend verminkt zijn op afgelopen Elfstedentochten, dat die dus in een aparte categorie gehandicapten kunnen sluiten. En dan maak ik een mooie kans, denk ik toch wel. Meneer Dobbe, zou u voor ons een klein stukje kunnen schaatsen? Nee, dat is het gekke, dat gaat niet, hè? Nu gaat het dus niet, hè? Dat is krankzinnig. Dat is die hele ambiance, die euforie, die mensen die je er doorheen slepen. Ja. Hè? Dat gejuich, het zou gekkenwerk zijn, hè? Om nu op één been te gaan schaatsen. Dat is een ongelukkige vraag. Ja. Ik wens u heel veel geluk bij de volgende Tocht der Tochten. Ik zal er staan. Fijn, dank u wel. Ja. Victor heeft je gebeten. Ja, ontwijs door de opkring. Daar heeft Wopke nooit iets van gezegd. Ja, die is enig met de kinderen. Gauw naar Wijsmaar en ik zit onder de vlooien. Nou, het AI-hondenproject was niet zo'n succes, vader. Hij ging recht voor de stoel zitten kakken. Ja. Ben ik dwars doorheen gereden.